Hallo, hallo, welkom. Wacht even. Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 30 mei 2018. Nou, hè, ziet hier het sentiment van wij allemaal. Hè? Zo ging het toch een beetje. Maar inmiddels rolt die bal de andere kant weer op en kunnen we er weer achteraan rennen, of niet? Nou, we zullen eens even gaan kijken. Want ja, Bitcoin heeft natuurlijk wel een flinke sprong gemaakt gisteren. Juist na mijn video kreeg Bitcoin opeens de sporen omhoog. En we zitten momenteel op $7468. Dat is toch goed nieuws allemaal, hè? Moet je eens kijken wat hier in één keer... Dit is toch in grote porties omhoog geschoten. Er is flink opgekocht en er zijn wat tradingbots gaan lopen. Waardoor de prijs een flinke spike heeft gemaakt. Met een mooie volumecandle, althans op de 1 uur. En op dit moment zitten we een beetje, kijk hier op dit spoor. Deze gele lijn is de 200 uur moving average. En daar vindt hij toch wel wat weerstand van. Sterker nog, we lijken al een beetje om over te tuimelen. En als je kijkt naar deze toppen, hier gaan de toppen hoger en de RSI, nou staat niet helemaal mooi, hè, maar die RSI die krijgt steeds lagere toppen en dat is al een indicatie voor een bearish divergence, bearish divergentie. Kijk anders mijn video over RSI eens eventjes terug. Dus het zou goed kunnen dat we hier gaan omvallen en even deze 7300 gaan testen, want daar bevindt zich die 50 uur moving average. En nou ja, die heeft je in het verleden een aantal keer gerespecteerd. Dus dat heeft wel een bepaalde relevantie op de kaart. Dus ja, het zou goed kunnen dat we een 150 gaan terugvallen. En dan met nieuw gas gaan proberen naar nieuwe hoogtes te komen. Ik kan me goed voorstellen dat dat ook gaat gebeuren, nieuwe hoogtes. Ik ga niet te veel herhalen wat ik gisteren heb gezegd. Maar ik verwacht wel dat we nog niet genoeg stoom hebben om hier in één keer doorheen te gaan breken. En dat we, wat Moonen betreft, die hele hoge koersen, nog iets langer geduld zullen moeten hebben. Dus, mijn persoonlijke overtuiging is vooralsnog dat we misschien dit zelfs gaan raken, misschien ook zelfs niet. En dat we dat gaan overtuimelen om die echte pijn, die echte paniek, die echte capitulatie te gaan voelen, alvorens naar boven te gaan. Maar jullie weten, ik heb geen glazen bol. En je moet altijd van beide scenario's uitgaan. Maar op het moment dat dadelijk hier Bitcoin hoger en hoger gaat. En je ziet diezelfde overhelling als je hier nu op die 1 uur al ziet. Hier heb je een hoge top. Hier wordt de top iets lager. En nou, als we hier nog één keer een wat lagere top gaan krijgen. Een nieuwe candle die weer wat lager afsluit. En dan kan het goed gaan overhellen. Als je dat hier gaat meemaken, dan doe je er heel goed aan om je zaakjes goed op orde te hebben en het een en ander om te zetten in een stablecoin, of in fiat van mijn part. Doe wat je wilt. Maar er kan nog wel wat zuur gaan aankomen. En denk maar niet dat jij en ik de enige zijn die zo denken. Want kijk, dit volume hier, als je dit afzet tegen het eerdere volume wat we allemaal gehad hebben, je kunt natuurlijk nog steeds deze lijn gaan trekken. We zien dat het volume nog steeds verder aan het afnemen is. En het afnemend volume met een dalende prijs is een bullish teken. Dat wel. Maar we hebben het hier over een lange termijn kaart. En er is nog wel wat ruimte voor wat verdere volumedaling. Alvorens we omhoog gaan spuien. En dat volume dat gaat hier een keer flink doorheen breken. Tijdens die capitulatie dus die ik veronderstel. Dan wil ik jullie even meenemen naar, niet nog een keer deze bal, die kennen we nu. Maar ik heb gisteren gesproken over Masternodes. En ik vind het toch wel belangrijk om daar nog wat even verder op door te gaan. En als Masternodes je niks interesseren, dan spoel je dit stuk eventjes wat verder door. Maar ik weet wel, ik heb gemerkt gisteren op de Discord dat daar een hele explosie gaande was van mensen die nu allemaal Masternodes aan het uitproberen zijn. En ik gaf al aan van, goh, ik ga binnenkort eens iets over pottenbakken doen of pokostok springen kwam voorbij. Kijken of iedereen dat dan gaat doen, ik ben benieuwd. Maar goed, Masternodes. Als je het interessant vindt, dan is dit natuurlijk wel een belangrijke website, masternodes.online. Ik zei al, het is een prima manier om een passief inkomen te krijgen. En deze bearische tijden hebben we dan alles naar beneden gaat, wat klappen op te kunnen vangen, doordat je een stabiel inkomen hebt. Deze kwam onlangs ook nog voorbij op mijn Discord gisteren, moet ik zeggen. Dit was een hele goedkope Masternode. Volgens mij voor onder de 100 euro kon je hem hebben. En je hebt op dit moment een ROI van 12.000%. Dat is op jaarlijkse basis. En zoals gezegd, dat blijft niet zo. Dat gaat dadelijk sterk afnemen. Het is ook zo. Wacht, ik ga er dadelijk ga ik daar wat verder op in. Dit is er eentje die dus voorbij kwam. Koala Cash kost 800ste bitcoin. Dan heb je Koala Cash. Ik heb hem nog bij een softwareontwikkelaar moeten kopen. Als je naar de Discord gaat van Koala Cash, dan kun je daar deze munten kopen. Op 1 juni komen ze op een aantal exchanges uit, waaronder Crypto Bridge. En ja, dit is deze spitst zich toe op de Aziatische markt. Maar kijk, wat mijn punt is, dit zijn natuurlijk allemaal geen munten die ik normaliter zou kopen. En dat is wel een belangrijke kanttekening hoor. Die Essence ook, zou ik normaal nooit over gehad hebben. Ja, als je een Masternode wil uitproberen, je hebt niet te veel geld, dan heb je voor onder de 100 euro een Masternode draaien. Of je kunt er ervaring mee opdoen. Een wat betere keuze, lijkt mij, is deze Solaris. En ik had hier net een veel duidelijkere foto van staan. Kijk, Solaris is een privacy coin, een proof of stake model met Masternode dus ook. En die wordt hier afgezet tegenover Z-coin, Dash en PIVX. En ten opzichte van hoe vaak de blokken zich verversen. Gemiddelde duur van een transactie onder de seconde. Veel sneller dan die andere. Nou, niet als PIVX dan vergeleken daarmee. Maar het mogen duidelijk zijn dat als je hier naar deze vergelijkingen kijkt. Dat het een hele mooie privacy coin is. En ik was in die zin al aan het kijken van wat gaat dat kosten en is dit voor mij nou een hele goede om aan te schaffen. Maar als je dan kijkt naar zo'n volume van Solaris, $36.000, daar moet je ook altijd naar kijken. Uiteindelijk, de komende jaren gaat het volume alles bepalend zijn voor al de munten die een significante groei gaan doormaken. En hier moet natuurlijk wel iets gaan gebeuren. Wil Solaris een kans van slagen gaan maken in een straks exploderende markt. Dus ja, het heeft mij nog eventjes terughoudend laten zijn. Gisteren zaten we namelijk op dit volume, 20.000 en een beetje. Nou, inmiddels pikt er dus wel weer wat op. Maar ik vind dat wel een belangrijke kanttekening. Als jij Masternodes gaat aanschaffen, is het goed om je wat meer erin te verdiepen wat zo'n Masternode nu kan. En daarom vond ik het belangrijk om er ook nog eventjes op terug te komen in deze aflevering. Dat komt wat verder op dit stukje in ieder geval. Hier wordt nog even uiteengezet van wat een Masternode is. De privacy van transacties die wordt verbeterd. Ze kunnen onmiddellijke transacties kunnen zij faciliteren. En je kunt door middel van de Masternode ook meedoen aan hoe een crypto, een blockchain zich verder gaat ontwikkelen. Je krijgt een bepaald stemrecht wat je door middel van de Masternode kunt inzetten. Dan zijn de meesten van jullie waarschijnlijk gewoon geïnteresseerd in het snel geld verdienen. Evenals ik zelf hoor, ik ben ook niet roomser dan de paus. Ja, dat ben ik eigenlijk wel, maar goed. Nou, meester crypto valt eventjes stil. Hier kom ik wel to the point. Kijk, je hebt die Masternodes die 35.000% draaien. Nou ja, je zegt er net eentje van, hoeveel was het? Hè? Heel veel. En ook van 5%. Hè? Dus er zit een heel groot verschil in. En je moet je ook realiseren dat niet alle Masternodes even eerlijk zijn. Hè? Dat als iemand snel even geld wil gaan verdienen, dan kun je een crypto de vorken, de Dash crypto wordt bijvoorbeeld vaak gevorkt voor Masternodes. En als je die gevorkt hebt, dan zet je er een model op dat mensen heel snel kunnen verdienen met Masternodes. Die geven je allemaal bitcoin of Ethereum of wat dan ook om die munten te krijgen, om die Masternode draaiende te halen. En na enige tijd vertrekken ze met de Noorderzon. Dat zijn de scams. En daar moet je dus wel goed van realiseren dat die mogelijkheid bestaat. En daarom doe je er goed aan om te controleren of een masternode een real use case heeft. En daarnaast ook dat hij al een tijdje draaiend is. Dat staat een beetje in paradox met als je er heel snel bij bent, dan heb je ook die allerhoogste return of investment, die percentages, die winstpercentages, want die nemen af naarmate er meer masternodes op het netwerk komen. Kijk, deze rode lijn is het aantal masternodes dat een netwerk X heeft. En dan die blauwe lijn is de winst die je gaat maken, de beloningen die je met je masternode binnenhaalt. Die nemen af naarmate er meer masternodes beschikbaar komen. En los daarvan kan er in de code van een munt afgesproken zijn dat vanaf een bepaald blok het percentage voor een masternode afneemt. Toenemen kan ook, maar afnemen kan zeker ook het geval zijn. Dus je doet er goed aan om je ook daarin te verdiepen. Nou, dit is een masternode die een voorbeeld is van wat je een Ponzi zou kunnen noemen. Een idee waarbij de waarde van de munt gedragen wordt doordat er steeds meer nieuwe mensen in gaan komen. En op een gegeven moment, ja, dan klapt die waarde en dan bloedt het langzaam dood. En dan kun je hier nog zo'n hoog rendement hebben gehad. Als er uiteindelijk bijna nul overblijft, ja, zit je nog met de gebakken peren. Dus hier staat eigenlijk van, waar moet je nou aan denken? Serieuze projecten. Nou, actual use, dat heb ik net al gezegd. Een niet te hoog winstpercentage. En ik weet, ik ben onlangs ook al gevallen voor die CB Crypto Cashback met zijn 20.000%. En ik heb er net ook nog eentje genoemd. Maar je moet het ook zien als een experiment. Van, kan ik er op tijd dat geld uithalen? En niet als een serieuze investering in een crypto munt. Dus in die zin, ja, ben ik... ja, hoe ga ik dat zeggen? Ben ik gevaarlijk bezig? Ja, het is voor mij een experiment met masternodes. En gaandeweg dan wil ik me ook toeleggen op een serieuzer masternode. En wat zou het leuk zijn om zo'n Dash masternode te hebben. Die kost iets van 3 ton momenteel. En daar koop je ook zo'n Lambo voor. Maar ja, dat geeft je wel een passief inkomen. Voor een langere tijd. En een flink inkomen ook. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. En dit is ook altijd een afweging, want als een masternode heel stabiel 20% genereert op jaarbasis, misschien kun je in deze cryptomarkt voor dat geld dat je in een masternode gaat beleggen, als het een groot bedrag is, wel veel hogere rendementen halen. En zeker de komende jaren. En hier staat een beetje een voorbeeld van wat een gezonde masternode voor een kaart zou kunnen laten zien. Ik stuur deze erbij als bijlage, bekijk het zelf nog maar eens rustig. Waar is nou mijn... Zo'n hekel aan is heel mijn ding weg. Ja, daar zijn we weer. Ben even de kluts kwijt. Mocho17, ik heb hem al een keertje genoemd. Hij is mijn crypto cultheld. Altijd heeft hij allerlei shitcoins die wel degelijk een hoge potentie kunnen hebben op de lange termijn. Hij heeft veel volgers. En hij is ook into masternodes. En hij tipt hier bijvoorbeeld het Nodium project. Ik ben er zelf nog niet ingedoken. Maar dit is wel eentje die ik op mijn lijstje heb staan van daar eens in gaan duiken. Ik noem dit even om hem vooral eventjes te tippen. Nou, we laten even de masternodes achter ons. En we kijken even bijvoorbeeld naar EOS. EOS is een Ethereum... gaat de competitie aan met Ethereum en EOS vindt een deze dagen zijn mainnet. De EOS tokens kunnen dadelijk op een zelfstandige blockchain neergezet worden. En wat doet EOS nu? EOS die heeft ten tijde van zijn ICO hebben zij echt een heel hoog bedrag, hoor. Meer dan 1 miljard hebben zij op weten te halen. En voor zoveel hebben zij Ethereum gekregen. Dus EOS die bezit heel veel Ethereum. En dat geldt voor heel veel andere ICO's natuurlijk ook, dat die met Ethereum betaald zijn. Maar als jij een kantoor hebt en je hebt mensen die je moet betalen. Je ontwikkelaars, die kunnen hun Ethereum, daar kunnen ze niet zomaar naar de supermarkt mee. Dus die hebben graag in fiat betaald. Dus het is belangrijk ook voor EOS dat zij zelf een bepaalde liquiditeit hebben in, laten we het maar de klassieke wereld noemen. Dus dientengevolge hebben zij, en dat kun je hier zien, dat is hier gebeurd, hebben zij een heleboel Ether op de markt gedropt. En even kijken, hoeveel hebben ze erop gezet? 180.000 ether. Nou, en ze hebben nog in ieder geval nog 200.000 ether over. En in een maand hebben ze 850 miljoen aan ether, niet 850 miljoen ether, uitgegeven. Dus ja, daar krijg je een enorme drop van. Hè, zeker als ze dat met de market sell doen. Hè, dus dat ze de markt feitelijk opvreten, alle buy orders die er staan. Dan kan Ethereum daarvan gaan leiden natuurlijk. En als je, deze zag ik. Als je dan naar CoinMarketCap kijkt en EOS die staat daar op 5 en Ethereum staat er op 2, van 5,5 keer zo hoog, dan heeft EOS er natuurlijk wel belang bij dat Ethereum naar beneden gaat en EOS naar boven gaat. Hè? Want ja, hoe hoger je staat, hoe meer je respect krijgt of hoe meer je wordt gezien als een stabiele, grote munt voor de toekomst. Nou, EOS heeft in dat opzicht al flinke stappen gemaakt, maar hoe graag zouden zij boven Ethereum willen komen? Hè? Dus als zij zelf meer geld krijgen in kas en Ethereum gaat juist verliezen, nou ja, hè? Je begrijpt het wel, denk ik. Dus er staat nog wel wat meer te verwachten, aangezien zij nog 200.000 in hun EOS crowd sale smart contract hebben staan. Hè. Je weet, die zijn allemaal openbaar, dus dat is geen geheim. Dan gaan we naar een andere Ethereum competitor. Dat is Tezos. En Tezos is zo'n draak van een ICO waar ik een jaar geleden ben ingestapt. En best wel wat in heb gestopt. En nou ja, tot nu toe is daar helemaal niks van gekomen. Ik weet niet of je het allemaal weet, hè, die onderlinge ruzie die ontstaan is tussen de ontwikkelaars, een bepaald echtpaar en een investeerder en een rechtszaak. En nou, het loopt allemaal nog steeds volgens mij. Een hoop gedoe. Ze hebben elkaar de tent uitgevochten. Maar ja, ondertussen lijkt het wel ervan te gaan komen dat de Tezos betanet gaat komen. En dat mensen beschikking krijgen tot hun Tezos, hun Tezos muntjes. Nou, ik ga het niet gelijk verkopen. Ja, wat de waarde ook gaat worden van die Tezos munten. Ja, kijk, stel je voor dat ik dat geld een jaar geleden in andere dingen had kunnen investeren. Hè, dan, ja, wat deze waarde ook gaat worden, het staat nooit in verhouding tot wat ik van dat geld had kunnen maken. Maar daarentegen is Tezos wel, als alles gaat uitkomen met hun governance model, de gemeenschap die kan mee beslissen over de koers van Tezos. En dat gaat veel sneller en veel... bij Bitcoin zijn het de miners die een bepaald stemrecht hebben. Maar iedereen denkt een andere richting. Dus geregeld komt er ook een fork uit naar voren. Dan zijn er ook andere motieven om een fork tot stand te brengen, hoor. Dus snel geld genereren. En je kent al die Bitcoin varianten misschien wel. Ik ga er trouwens niet te diep op in nu. Maar Tezos verwacht ik wel terug hier in deze top 10. Dus dan hebben we het wel over een grote munt. Met ook een platform waar andere tokens op gelanceerd kunnen gaan worden. En eigenlijk is het Ethereum dat zichzelf helemaal opnieuw heeft uitgevonden. Met een, Ethereum. Het is een heel nieuw opgebouwd model. Zoals Aura dat bijvoorbeeld ook is. Dan wil ik nog even terugkomen op. Want ik heb hier laatst al een keertje over verteld. Hè, dat de munten, de exchanges die een eigen munt hebben. Zo heeft Qcoin heeft bijvoorbeeld het KCS token. Binance heeft het BNB token. Nou, als jij BNB had gekocht in december hier ergens voor zo'n 1600 Satoshi. Moet je eens kijken, we zitten nu op 16.000 Satoshi. Ik rond het even gemakshalve af. Maar dan had je al een keer 10 gehad in een half jaar tijd. En kijk eens, want dit is de periode dat wij een enorme beermarkt hebben gehad. Waarbij alle tokens ontzettend zijn gedevalueerd in prijs. En ondertussen kun je eigenlijk zeggen dat die BNB daar niks van te lijden heeft gehad. Hè? En waarom niet? Omdat of het nou een beermarkt is of een boelmarkt, mensen willen toch hun tokens kopen en verkopen. Dus die vraag, die intrinsieke vraag naar BNB, nou, die blijft. En naarmate er meer mensen gebruik van maken, zal die prijs alleen maar verder gaan toenemen. He, dus dat resulteert in deze groei. Dat gebruik ik even als bruggetje voor IDEX. He, IDEX, de decentrale ERC20 tokenmarkt. He, daar zit natuurlijk ook een beperking in. Maar IDEX heeft... ook zo'n eigen token. Aura genaamd. En ik ben de laatste tijd aardig aan het inslaan op Aura. En even kijken of ik hier een groter... Ja, dat is raar dat hier 1 uur staat en hier ook weer 1 uur. Want ik verwacht ook dat het 1 dag moet zijn. Nou, dat gaat dus helemaal niet lukken. Waarom niet? Ik doe vast iets verkeerd, hè. Oh, jullie me allemaal uitlachen. Oh, je weet niet eens hoe die 1 dag kan aanzetten op... dat noemt zich nou meester. Goed, nou, dan wordt vannacht weer wakker liggen. Zou dit echt niet de 1 dag zijn? Nee, dit is echt niet de 1 dag. Ik hou maar vlug op, want het wordt van kwaad tot erger. Maar wat ik wil zeggen is dat Aura, IDEX, is natuurlijk een vrij nieuwe speler op de markt. Hè? En ja, de ERC20 tokens alleen, dat is natuurlijk een beperking. Hè? Daarom zal het nooit zo groot gaan worden als een Binance die alle tokens kan dragen. Daarentegen is IDEX wel de plek om decentraal je tokens te verwisselen. En een plek gebleken waar al heel snel allerlei nieuwe munten verschijnen die met nog een lage liquiditeit op IDEX, wanneer ze uitkomen op die andere beurzen, hele grote groei kunnen laten gaan zien. Hè? Want de liquiditeit neemt toe, volume neemt toe en naarmate meer mensen daar toegang toe hebben, wordt er ook meer gekocht. Dus IDEX die doet het gewoon heel goed, heel makkelijk bereikbaar met je eigen Ledger Nano of... Ik weet niet of het werkt met die Tezos. Nou, Tezos ben ik even in de war met de ICO. Weet je nou? Nou ja, die andere. Dat andere dingetje. Hè? Oh, stond er nu mijn private key op? Nee toch, hè? Maar Aura is nu nog een combinatie van een decentrale munt met een centrale aansturing. Er zijn centraal op een vaste plek staan servers die alle marktposities bijhouden. Alles wat er gehandeld wordt bijhouden. En het plan is dat gaandeweg deze hybride vorm van decentraal en centraal overgaat in een volledig decentraal netwerk. En dat hebben ze niet vanaf het begin gedaan. Omdat je dan een van de belangrijkste zaken niet goed getackeld hebt, namelijk snelheid. Want als er maar weinig nodes en veiligheid, want als er maar weinig nodes zijn, weinig computers die controleren welke transacties er zijn gedaan, dan maakt je dat gevoelig voor hacks. En dat kan ook de snelheid bovendien behoorlijk vertragen als er heel veel handelsverkeer is. Maar nu Aura aan het groeien is, IDEX aan het groeien is, gaat er dadelijk dus een transactie komen waarbij het centrale karakter wordt afgestoten en de nodes het allemaal gaan overnemen. En die nodes, dat kunnen jij en ik zijn. Dat zijn de stakeholders, de mensen die Aura bij zich hebben en dat gaan steken en op die manier het netwerk gaan valideren. En die stakeholders, die krijgen daarvoor 50% van alle transacties die op het Aura netwerk gedaan zijn. Dus ik verwacht dat die Aura-munt, zoals Binance dat, je hebt de kaart net gezien, dat ook heeft gedaan, nog flink kan gaan groeien de komende maanden en het komende jaar. Dus ik heb daar een mooie positie in genomen. Daarnaast is IDEX ook bezig met een stablecoin en die heet de DeBorrow. En dat willen ze gebruiken omdat als je nu iets gaat kopen, doe je dat met Ethereum. En Ethereum is een munt die in zichzelf al volatiel is. Hè? Dus wat je de ene keer koopt met Ethereum is iets anders dan wat je de andere maanden mee kunt kopen. En dus hoe fijn is het als je de munten op IDEX altijd vanuit eenzelfde prijsstelling kunt kopen. Tenminste, één van die twee, van de pairing, is een stabiele factor. Nou, en daar willen ze dus de borrel voor gaan gebruiken. En als je daar dan mee gaat handelen, dan heb je wat meer prijszekerheid, of hoe wil je het noemen? Ik hoop dat je weet wat ik bedoel. Daarnaast hebben ze ook de IDXM, dat is een IDEX membership. En dat moet je ook een beetje zien als dat je dan korting kunt krijgen. Nou ja, sterker nog, tot 2020 kun je gratis handelen. Feitelijk heeft IDEX dus 3 munten. Tot 2020 kun je gratis alle transacties op IDEX gaan doen. Dan wel, je kunt ervoor kiezen om je stake rewards van je Aura coins om die te verdubbelen. En dat doe je dus door middel van het IDXM token te houden. En ik moet me daar nog verder in verdiepen. Ik weet het niet of dat op dit moment al gaande is. Volgens mij wel, als ik dit zo lees. Hè? Double Aura trading rewards this month. Sharing the success of IDEX. Dus daar moet ik nog eens gaan induiken. Maar ja, tot nu toe vertel ik jullie wat ik er nu van weet. En daar moet je het maar eventjes mee doen natuurlijk. Kortom, echt een tip. En er zijn natuurlijk ook andere munten die gelinkt zijn, gelineerd zijn aan een exchange, die de moeite waard zijn om in de gaten te houden. Want ze kunnen naarmate het succes van een beurs groeit ook enorm, hè, dat heb je met BNB gezien, enorm gaan groeien. En ze zijn veel minder afhankelijk van de bullmarkt-beermarktcyclus. Nou, dit is toch ook wel een mooie. De Duitse autoriteiten die hebben voor 14 miljoen aan in beslag genomen crypto's verkocht, omdat ze bang waren dat de prijs verder zou inkakken. Het staat een beetje in protocollen die de politie daar heeft. Als bepaalde producten de kans lopen om sterk te devalueren in de toekomst, dan moeten ze die van de hand doen. En daarom hebben ze ergens in begin februari, en jullie weten wel waar Bitcoin stond begin februari, hebben ze hier op 20 februari, een klein stukje omhoog vanaf die low die we toen gehad hebben, dat dal van 147 dollar, hebben zij op 20 februari, kijk maar zelf waar Bitcoin toen stond, alles verkocht. 1399 Bitcoin Cash, 1312 Bitcoin, zo verkoopt, bla bla bla. Dat geeft ook wel aan, hè, dat de autoriteiten, dat wij niet de enige zijn die gevoelig zijn voor, oh jee, het gaat mis, we gaan verkopen. Ik kan natuurlijk niet, en jij natuurlijk ook niet, maar ik bedoel die anderen die dit filmpje kijken. Maar jij niet. Natuurlijk een motivator aan het einde wil ik altijd hebben. Ja, altijd, ik heb het niet altijd. Soms is kommer ik wel. En de vooruitzichten die zijn nog steeds, moi, si comme ci, si comme ça. Maar Luke Martin, ik volg die altijd een kraatje aan. Als je Twitter gebruikt, om Luke Martin zeker ook te volgen. Hele verstandige ja, crypto-specialist en technisch analist. Eerder deze maand heeft hij met Tim Draper om de tafel gezeten. En Tim Draper, ik weet niet of je hem kent, maar die heeft jaren geleden, 5, 6 jaar geleden of zo al gezegd, Bitcoin die haalt 10.000 voor het einde van 2017. En hij heeft nu ook voorspellingen gedaan van Bitcoin op, ik weet niet precies, 100.000, 200.000 over een paar jaar. Dus daar roep ik dan ook gewoon naar natuurlijk. Maar die heeft gezegd, één of een paar protocollen zullen in de toekomst tientallen, dan wel honderden triljoenen dollars waard zijn. En als je kijkt naar de market cap, de totale market cap, dit is dus 1/3 triljoen dollar. Hè, 1/3. Dus dat is de hele market cap van alle cryptomunten bij elkaar. Nou, zo'n protocol en hoe die de wereld straks allemaal gaan veroveren, hè, hoe die bestaande structuren ten opzichte van afspraken maken, notariële functies, allerlei zaken rondom partij A en partij B die iets geregeld willen hebben. Daar is geen middelman meer voor nodig. En de winnende protocollen, want er zullen er een aantal waarschijnlijk naast elkaar blijven bestaan, die gaan enorm veel omzetten, enorm veel genereren en zullen enorm veel waarde gaan krijgen. En dan kom je bij dergelijke getallen. He, dus dat geeft je ook te denken, sta je niet te blind op de waan van de dag. En als Bitcoin dadelijk naar die 5000 gaat, zou dat gebeuren. Ik acht het vrij waarschijnlijk dat we daar uiteindelijk ergens terecht gaan komen. Zou dat gaan gebeuren, zorg dat je dan vooral daar je voordeel mee gaat doen en gaat inslaan op deze prijs die nooit meer terug gaat komen. He, want de toekomst, nou ja, het is een herhalend riedeltje, maar ik vind het wel belangrijk dat jullie daar goed van doordrongen zijn en blijven. Dit is helemaal peanuts. Tot slot, ik vond het zo'n mooie uitspraak. He, er is een tijd om to go long, he, dus om te gaan kopen. Er is een tijd om to go short. Nou, de definitie van short precies is dat je leent wat, nou, doet er verder niet toe. Ik simplificeer het even. Met je gaat kopen, dan wel verkopen als de markt slecht gaat. Het is niet helemaal de waarheid wat dit is. En er is een tijd om te gaan vissen van de hele beroemde, maar bij mij niet bekende Jesse Livermore. En wat je hier vooral uit moet halen, denk ik, is dat je niet moet overtreden ook. Hè? Dat je Soms de markt gewoon eventjes zijn werking moet laten doen. En niet hier ieder dipje weer kopen, dan verkopen. Je weet, we hebben hier een bounce gehad. We gaan ergens hier overhellen. En tot die tijd en naar boven toe, als je hier je als of je bitcoin hebt gekocht, laat je dat even allemaal gaan. En dat gaat in kleine dalletjes omhoog en omlaag, zoals dat hier ook is gebeurd. En als je hier boven is, nou, dan is het moment om weer even in actie te komen. Dan leg je even weer je hengel weg. En dan ga je weer wat verkopen. Of je ziet dat hij wel doordrukt en hier een confirmatie krijgt boven deze trendlijn. Nou, dan gaan alle signalen op groen. En dan, dan hebben we het over een heel andere markt. Een heel ander weer. En voor nu heb ik echt alweer lang genoeg gedaan. Ah, mensen, het gaat jullie goed. Let op je portfolio. Dan laat je niet gek maken door de waan van de dag. Hè. Tot de volgende keer.